Team Liv uit Raalte, die hebben twee fietsers. En die fietsers die misten zo de Europa-run dat ze zeggen, we gaan de hele Europa-run-route fietsen. Dus die zijn gisteren gestart in Boetange en die fietsen in 4 dagen naar Rotterdam. S'nachts wel gewoon overnachten, maar die hebben een uitdaging van ruim 500 kilometer. En als Almelopers vinden wij toch wel dat we hun moeten ondersteunen. Dus we staan hier in de vroege ochtend om hun te verwelkomen in Almelo. Doordat de Europa Run vorig jaar niet doorging, toen heb ik gezegd, een leeg Pinksterweekend wil ik niet weer. Toen heb ik gezegd, dan fiets ik hem zelf gewoon even overleg thuis. En die dook mee. En dit jaar werd die verplaatst naar oktober. Toen heb ik gezegd, ja, een leeg weekend, niet weer. Dan gaan we samen fietsen. Zo is het idee ontstaan. We zijn begonnen in Boetange in verband met de coronamaatregelen. Zijn we Duitsland niet ingegaan. En de extra kilometers hebben we gepakt vanaf hier, vanaf Leemslaag gepakt, richting Raalte en weer terug. En dan weer terug. En dan zometeen gaan we hier vanuit weer richting Ypelo, Markelo, Zutphen, Almen, Zutphen. En dan richting Loenen, Boesterhoeven. En dan is deze dag denk ik weer voorbij. De corona zit weer in de weg. En daarom gaat dus de Europa Run met Pinksteren niet door. Maar ze hebben nu de datum 2 en 3 oktober ingelast als een once in your lifetime Europa Run in Limburg. Normaliter maken we een route van Hamburg naar Rotterdam. Maar nu doen we een rondje in Limburg van 300 kilometer. 2 dagen, 1 nacht. Start en finish in Landgraaf. Dus we hebben een soort mini Europa Run. Een once in your lifetime Europa Run. Vanaf afgelopen woensdag mogen we weer met 30 personen buiten sporten. Dus wij gaan tweede Pinksterdag voor de eerste keer als team gezamenlijk en route met fiets en hardlopen. Een stukje van ongeveer 30 kilometer voor de eerste teambuilding, het bijeen zijn enzovoort. Dus daarom zit een mooie start richting oktober. Ons hoofddoel is natuurlijk geld inzamelen. De Europa Run is ons toetje, zeggen we altijd. Maar geld inzamelen voor het goede doel, palliatieve zorg voor de kankerpatiënten, dat is natuurlijk ons hoofddoel. En ja, het leeft nu nog niet echt, omdat Pinksteren de Europa Run niet doorgaat. Maar vanaf nu, wij willen dit als een soort start zien. Willen wij richting oktober meer PR gaan maken, meer van ons laten horen. En dan hopen we dat we weer heel veel geld binnenhalen voor het goede doel.